Ja, meneer de rechter in Utrecht. Ja, ik moet u even hebben. Ja, u gaat morgen uitspraak doen, hè? Voor Cambuur en de Graafschap. En u zit natuurlijk nu thuis. U bent druk aan het schrijven, aan het vonnis en zo. Dus ik denk, ik vertel nog maar eventjes wat u vorige week hebt gezegd. Dat u dat niet vergeet. Dan kunt u dat nog even, dat u ook zeker weet, dat u dat opneemt in uw vonnis natuurlijk, hè, meneer de rechter. Ja, want u zei vorige week, toen zei u van, ja, maar je kan ook zeggen, 16 clubs, hè, bij die peiling, 16 clubs die zijn voor en 9 clubs zijn neutraal. Dus 25 clubs zijn het niet eens met besluit van de KNVB. Dat zei u. En toen zei u daarbij, ja, en dat vind ik nogal lastig. Want, ja, de KNVB die wil graag een democratische club zijn. Dat zei u erbij. Ja, en de spelregels waren volgens u ook niet helemaal duidelijk. En of dat niet beter had gekund, dat vroeg u zich af. Dus meneer de rechter, u twijfelde al. Hè, vorige week, u zat al te twijfelen. U had ook al een beetje uw bedenkingen tegen, hè, tegen de KNVB. Ik help u dat maar even herinneren, hè, dat u dat toen dacht. Hè, want eigenlijk, toen u die twijfel had over die KNVB en ook over een beetje, ja, u zat er een beetje over in, over hun besluitvorming. Dus daar nam u eigenlijk al een beetje een voorschot op het vonnis. Ja, dat zit er nu te schrijven of te tikken thuis. Ja, ja. Dus vergeet dat niet, hè, wat ik nu zeg. Ja, nou ja. Luister, ik weet het ook wel. Ik weet het wel. Ik mag natuurlijk de rechterlijke macht, die mag ik natuurlijk of niet beïnvloeden. Dat begrijp ik ook wel. Maar dat doe ik ook niet, hoor. Ik probeer alleen maar een beetje te helpen.